De sloop van de flats aan de Sint-Ignatiusstraat in Breda is maandag begonnen. Er was nog weinig van te zien, maar binnen waren de mannen in witte pakken bezig om de asbest te verwijderen. Daarna begint de daadwerkelijke sloop. Er is veel commotie geweest over de flats. Krakers woonden er vorig jaar wekenlang, tot ergernis van wooncoöperatie Laurentius. Na de sloop wil Laurentius er 26 nieuwe huurappartementen bouwen. In augustus 2011 hoopt de woningcoöperatie de woningen op te leveren.